Het horse event 2017. Waarschijnlijk is het al afgelopen vandaag. Ik denk niet dat het zondag heel veel beter gaat worden omdat het de hele dag regent. Toch even wat beelden, niet om de ramptoerist uit te hangen, maar zeker om uit te leggen waarom het horse event niet door kan gaan. Echt, het is zo nat overal. En ik zal nog wat dingetjes laten zien, zodat jullie echt wel begrijpen waarom de organisatie heeft moeten besluiten om het af te gelasten. Kijk jongens, zo zien de stallen eruit. Wij hadden nog vlas onder het stro. Dus onze paarden die staan wel op nat stro. Maar niet in het water, godzijdank. Maar dit is gewoon hoe het eruit ziet. Het is treurig. Kijk hier. Stappen. Dit is zeg maar normaal niet zo erg. Alleen loopt het hier gewoon echt stallen in. Kijk dan. Not. Kijk, het is gewoon echt onbegaanbaar. Het hele terrein ziet er zo uit. Het is, ik wil wel het hele terrein over gaan lopen, maar volgens mij is het ook afgesloten. Dat heeft niet zoveel nut, ik ben nu nog bij de stallen. Het is dus gewoon niet te doen jongens. Ik vind het echt onwijs vervelend jullie niet te kunnen ontmoeten. En ik vind het echt onwijs sneu voor alle mensen die hier aan meegewerkt hebben en hun ziel en zaligheid ingelegd hebben, ik kan niet anders zeggen. De kans dat het morgen doorgaat, acht ik in ieder geval niet zo heel groot. Maar ja, je weet nooit hoe een balletje rolt, maar het giet gewoon, ik zit nu onder de paraplu. Dus ik denk dat dit horse event 2017 was. Ik hoop op begrip vooral voor de organisatie, voor de YouTubers, voor alle mensen die meewerken aan het horse event. En daar is ons Kimmetje. Hi. Het is echt waarloze Kim. Ja, het is echt gewoon echt, dit is echt om te huilen gewoon zo erg. Wat een drama jongens. Wij gaan onze paarden overbrengen naar Apeldoorn. Ja. Kim is in beeld. Anders moet de camera helemaal draaien. Daar staan ze in ieder geval droog. Ik hou Kim ook een beetje droog. Ja. En sorry. Meer kan ik niet zeggen. Dus het, zoals jullie gezien hebben, het ziet er gewoon echt niet uit. Oh, die met de camera moet wel droog blijven. Ja. En wij ook nog. Het ziet er gewoon serieus niet uit. Nee. En het heeft dus echt geen zin om naar het horse event te komen op zaterdag. Het is dicht, je mag niet naar binnen. Wij mogen de paarden wel weghalen, maar je kan het terrein niet eens op. Dus we kunnen de stand niet eens op dit moment weghalen. We moeten tot 2 uur wachten, dan weten we of het morgen doorgaat. We laten dat via andere social media natuurlijk even weten. Maar weet je, er wordt nu met man en macht gewerkt om de paarden uit het water te halen. En ik hoop dat jullie het begrijpen. En voor nu bedankt voor het kijken en duimpje omhoog vandaag, maar even niet. Want het is, weet je, doe een duimpje omhoog als je de organisatie van het horse event en alle andere mensen die eraan meewerken succes wenst. Want het is echt, het is gewoon triest. Dus bedankt voor het kijken en we laten jullie zo snel mogelijk wat anders weten. Doeg!